Dan loopt de rode dus daar. Nou, de velgen zijn weer ingespoten met deze van de Action. En kijk eens weer wat we nu tegenkomen. Wauw, 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 wauw. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja. Het is vandaag, namelijk alweer maandag, 13 maart 2023. En het is nu 2:15. Ja, dus het loopt nu tegen 2:30 aan. Ja. En ik ben nu aan het lopen met mijn grote vriendin. Ja, helemaal goed, top. En daar ben ik gewoon ook heel even blij mee. Even lekker lopen met mijn grootste vriendin. Dan loopt de rode dus daar. Met de hondjes. Dat is leuk. Kom maar, ga je mee? Even wachten, schat. Nee. Ga deze kant op, kom. Ik ga die kant op. Kom maar, die kant op, schat. Oh nee, ze doet niks hoor. Nee, maar ik ken haar. Oh, die. Oh. Nou, dan gaan we wachten, hè, leuk. Ja, dan gaan we wachten. Alleen, zij doet niks, maar... ik hou haar gewoon heel graag bij. Andere honden vandaan. Dat is goed. Ja, hè. Jij. Ja. Nee, ik ken haar gewoon, maar ze doet niks, maar ik ken haar wel. En het is gewoon een kruising van 3 honden. Kom. Daar moet ik gewoon mee oppassen. En ze wordt gewoon ouder, dus ja. Ze heeft daar niet zoveel zin meer in te spelen. Nee. En vooral niet met vreemde honden. Hè, leuk? Nou ja. Daar heb jij gewoon geen zin meer in, hè? Om te spelen met andere honden. Nee, hè? Nee, hè? Hoeft ook niet, schat. Dat komt niet uit. Nee! Nou, de velgen zijn weer ingespoten met deze van de Action. De velgen, de wielen, ja joh, prima, helemaal goed. Dus ja, dat gaan we dus nu even doen. En mijn auto staat namelijk hier. Dat gaan we ook zo meteen even doen. Maar ja, we gaan nu eerst even kijken hoe het rode vlees vanaf gaat brengen. Helemaal goed. Hoog druk. Jee. Mooi. Kijk, dit is hier. Ja, nee, even serieus, schat. Ja, ik moest... Nee, even iets beter, schat. Kom eens hier. Moet ik het even doen voor je? Kijk eens, hier. Zo, van deze. Gaan we de andere kant pakken?
kijken even. Hoi! Hey. Ah. Helemaal goed. Nou, jullie zien dus mijn velg, zeg maar. Die ziet er niet uit. Nou, dat ga ik dus met deze dus erin spuiten. Maar dat doe ik ook eerst even achter. Kijk, want achter is het ook heel erg. Kijk, nog erger. Nou, dan spuit ik erin. Je ziet ook wel dat het werkt. Ik moet die hebben, volgens mij, geen idee. Nee, ik moet die andere hebben. Nou, gaan we weer draaien. Kijk, dat zeg ik. Dit werkt als een tierenlier. Kijk, dat is ook daar. Het is gewoon alleen maar vet, vet, vet. En deze plafond is bijna leeg, dus... Ik moet sowieso een nieuwe halen. Nou, en dat doe ik dus bij alle vier velgen. Ja, even kijken waar Ro is. Kijk, Ro die komt er al aan hoor. Die kant of die kant? Die kant of die kant op? Die kant op? Ook goed. Het zal. Ach ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee hoor. We hebben de auto's weer schoon. Tussen aanhalingstekens schoon. We zijn eventjes nog bij mijn grote vriend geweest. En hij gaat dat proberen, dus ik weet niet of het hem gaat lukken, maar ik hoop het wel, want dan komt er heel veel leuke content aan. Dus, maar dat gaan we allemaal vanzelf wel zien en beleven, de hypotheker, ja. En we gaan eens dus even kijken of er eventueel wat in zit. Nou, het zit wel wat in, maar wat zit er in voor lekker schengel? Geen idee, kan je een roomboterkake? Nou, nee. Hoef ik niet. Nee. Vechie, lekker. Not. Lekker vechie. Nou, echt niet. Ik wil geen vechie eten. Ah, maar de koekoek. Nee, vechie wil, dan mag dat van. Nee. Ik heb vegetarische zalm gevangen. Ja, maar de koekoek jij. Ik ga eens even kijken wat ik ook alweer moest hebben voor een pokeball. Pokémon? Een pokeball. Pokeball. Okay. Ja. Met rijst, zalm, et cetera. Nou, ik zou zeggen rijst en zalm. Ja, en schat, schat alsjeblieft. Ik ga kijken. Ja, kijk maar. Ik ga even kijken op internet. Ja, ja? Dat mag. Top, kijk op internet. Goed zo, top. Ik kijk op mijn telefoon naar het internet. Jij kijkt gewoon op internet, zonder telefoon. Ja, helemaal ook. Anders, goedkoper. Dat meer mensen doen. Ja, goed hè. Kijk eens wat er allemaal in de kar ligt. Ja, kijk, allemaal flesjes. Heb ik hier ook allemaal flesjes? Dat gaan we even inleveren. Want dit heb ik allemaal gevonden op het parkeerdeel. Ja, dat is erg handig. Dit gevonden. Ik heb het voor je uitgedrukt. Ja, helemaal goed. Dus dat zeg ik, dat gaan we even inleveren. Ja. Dit ziet er ook allemaal zo lekker uit. Maar mensen, wat is het duur. Zelf afpakken. Ja, ja. €2,75. Ja, ja. Nu niet, dan niet, nooit niet. Nee. Hier. €22. Ook niet. Nu niet, dan niet, nooit niet. Nee, ik begin daar niet aan.
Wat is dat nou weer? Nou, dat is lekker, zo'n toetje. Vond ik leuk om dat even te zeggen. Heerlijk. Oké. Mag Ro het er even in doen. Is leuk. Is grappig. Want dat vindt Ro leuk. Kijk, en hier heb ik ook een tas, dus dat gaat Ro ook weer zo meteen bekijken. Met, ga jij het erin doen? Maar het centjes is voor mij. Nou, ik het dus doen. Prima. Oh, die is nog gekreukt. Barcodes moet ik hebben. Gewoon barcodes naar boven. Yes. Zo, alweer een euro gevonden. Weer 1,25 euro. 1,50 euro. Dit gaat lekker zo, jongens. Ja, inderdaad. Helemaal top. Kijk, 2,25 euro. Dit is lekker. Oh, dit is fijn. Blijkbaar 3 euro. 3 euro en dan uitbetaling. Yay! Yay! Ik gewoon even 3 euro, 12 flessen. Nee, pakt die niet, schat. Nee, ik pak dat niet. Nee. Oh, 15 cent. Ah. 40 cent. Ah, goed zo. En we hebben de kippie. Ja, kippie. Yes, yes, yes. En nou even naar de groenteafdeling, toch? Ja, groenteafdeling. Dus ja, we gaan dus nu even naar de groenteafdeling. Want ja, ik heb zalm gehaald in Duitsland. Wat vele malen goedkoper is. Hoe dan? Alles is goedkoper in Duitsland. Nou ja, alles. Je moet gewoon goed kijken. Net als hier in Nederland moet je ook weer goed kijken. Maar oké, dat moet je overal. Maar ik wil sowieso avocado hebben. Mango moet ik even hebben. Komkommer eventueel. Kiwi mag ik niet, dus dat valt eraf. Ik kan appel er doorheen doen. Ik kan van alles doorheen doen. Ja. En kijk eens weer wat we nu tegenkomen. Wauw, 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 wauw. Ja, joh. Mooie wagen. Hij is heel gaaf. Oh, kikken. Kijk dan, hoe mooi. Ja, eentje van Action die wil ook even een fotootje maken. Oh, hij is heel gaaf hoor. Wauw. Oh, jongens. Wauw, wat is hij mooi. Oh, die gaat namelijk de caviakorfjes gaan. Hè? Ziet er dus nou nog zo even uit. Ja, vies, vies, vies. Bah, ja. Nou, die wil er altijd bij staan, hè? Lief doen, hè? Dat weet je, hè? Hé, hey, puppy. Ja, Crispel. Ja, ja. Nou, en ik ga even wat fixen voor Ro. Hoop ik dat het me gaat lukken. Dat vast wel. Vast wel. Dus, dat heb ik ook al, namelijk. Moet even hier alleen even het plakbandje afhalen. Ja, ik moet alleen even... Ja! Echt wel. Alleen even het plakbandje afhalen. Ja. Zo, plakbandje af. En dan kan ik hem open knallen. Hey, hoe toevallig. Kijk. Jee, ik heb hem open. Ha. Grappig. Zo. En dan heb ik hier mijn eigen naald. Ja. En dan moet ik even kijken. Welke ik nou hier moet hebben. Kijk. Oh, kijk. Hier. Ja. Even wat voor Rome maken, zeg maar. Hoe gaat deze vlog eten? Karen aan het naaien? Ja. Okay. Ja, helemaal goed, schat. Ik vraag maar. Ja, dat mag. Karin is aan het naaien. Letterlijk en figuurlijk. Nou ja. Letterlijk, ja. Figuurlijk niet. Ja, en met mijn handen. Sorry, Rianne. Ik hoor het al.
Benijgenwijs. Zo, draadje zit er al doorheen. Ja. Ja. Wat ik dus altijd doe, dat is eventjes weer even ergens inprikken. Vind ik leuk. En hier gelijk een knoopje maken. Heb ik dat alweer vast gehad? Ja, dat is altijd makkelijk. Knoopjes maken op het end. Zo, dat is één. Doe ik er nog even eentje er doorheen, zeg maar. Altijd wel handig. Zo, dat is dat. En dan moet ik even kijken waar ik moet beginnen, joh. Meter in, meestal. Joh, wist ik nog niet. Niet. Nee, dan vertel je me toch iets nieuws. Er ligt iemand zo lief erbij. Daar staat er iemand bij. Oh. Lig je lekker, schat? Lig jij lekker? Beauty. Die staat omhoog. Ja, ik heb het tegen jou. Ja. Goed zo. Dus dat wil ik even gelijk even aan jullie laten zien. Even jullie weer even stabiliseren hier. Zo, stabiliseren. Hola kindercola. Zeggen ze wel eens, hè? Hola kindercola, ja. Dat en dat zei ik vroeger altijd, zeg maar. Kinderbindegaas. Hè? Kinderbindegaas. Nee. Nee. Is dat er niet? Weet ik niet. Zo, even. Dan zit die al sowieso al vast. Dat is mooi. Zo, en dan is het zo meteen al sowieso al een knoopje weer gemaakt. Ja. Want die zat er niet meer in. Nee. En dat moet wel. Dus ja, dan maar even. Gaan we weer gaan maken. Want dat ken ik dan nog weer net weer wel, hè. Oh ja, en wat heeft trouwens aardbevingen met oorlog te maken? Nee. Nou, ik had dus laatst iets gefilmd in de mal, zeg maar. En dat ging dus eigenlijk over die aardbevingen. Maar dan heb ik weer wat anders in mijn hoofd en dan ga ik daar dus over praten. Over oorlog. Nee, dat is handig. Dus ik kreeg daar al een... Maar wat heeft dat daarmee te maken? Nou, sorry hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Zo. En dan moet je weer gaan zoeken. Oh, nee, die andere. Dames, ga ze af. Nu. 1, 2.
6, 18. Ja, jij ook, dame. Zo. Zo, kijk, dan is dit al gedaan. Knoopje zit er alweer aan, jongens. Dames en heren, koeken en peren. Dan ga ik naar de achterkant. Dan ga ik hier dus een dingetje maken. Yes. Ja, dit vindt Lofflik altijd wel heel, heel erg interessant, schat. Hey. Mm-hmm. Waarom weet ik niet waarom zij dat zo en zo interessant vindt, maar ze vindt het leuk. Nou, prima toch? Als het kind het leuk vindt, waarom niet? Ja toch? Hallo? Vind je leuk, hè? Meekijken, hè? Hoor dat doen, hè? Krijg je kort verschonen. Zo, schat. Dit is al één die ik heb gedaan. Zo, en dan maak ik hier dus weer een soort van dingetje in, even. Een knoopje, want ik ben er nog niet. En met deze overhemd van Ro, zijn werk, zeg maar. Nee, ben er nog niet. Zeker niet. Maar dat weet ik niet. Kijk, ik doe gewoon weer even zo. Top. Die wil ik terug. En dan moet ik hier eens even kijken hoe dat zit. Hier. Ja. Ah, kijk. Hier en hier zit een scheurtje in. Kijk, schat, hier. Een scheurtje, dat mag niet. Nee, dus dat ga ik ook gelijk, dus nu ook gelijk weer fixen voor je. Hé. Hey. Dat ga ik dus nu ook gelijk fixen, hoop ik. Als het goed is, als het me lukt. Maar dat lukt mij wel, hoop ik, denk ik. Hoop ik, weet het niet zeker. Dit is aan de binnenkant. Heel goed gaan kijken hoe ik dat moet gaan doen. Kijk, als ik nou gewoon even eerst even hier pak. Ja, check. Maar dit is zo irritant, hè? Ja, dit is zo irritant. Maar oké, ik ga even verder en dan laat ik het jullie zien hoe dat is gemaakt. Wachten, nee. Zei tegen mij van, ga jij even de kaarsje voeren verhalen, want het zit verstopt. Nou, ik ga het nu aan jullie laten zien of het nou verstopt is. Volgens mij niet. Maar kijk, je komt dus hier bij mij. Deur. Ja, want ook een sleuteltje erin. Heel toevallig. Heb ik hier dus. Nou, dit kan niet missen. Ik zal eventjes het lampje aandoen. Nou, dan heb ik hier dus een oude kavia-koor, zeg maar. Ja, gaan we aan. Ja, goed zo. Dat zeg ik, nu hier een oude kaviakooi. Heb ik hier allemaal hooi, 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 schraagsel. Heb ik hier nog hooi, 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 hooi en hennep. Heb ik hier de rest nog. Haha, je moet het maar net weten, hè. Ja. Kijk, leuke schroefjes. Handig, dat gaat daar even in. Heb ik hier dus namelijk. Ja, lekker voor. Voor ze. Deze gaat mee, ja. Deze hebben ze wel. Heb ik ook, dacht ik nog. Weet ik veel eigenlijk. Ik weet niet eens of ik het nog heb. Maar kijk, maakt niet uit. Ik neem twee zakken mee. Dus ze voldoende voorlopig.
En ik moet dat andere nog even weer even halen en bij de Action vandaan. Nou, dit is... Oh. Ja, maar het is verstopt. Nee, het zit in deze krat. In deze krat. Ja, ik kan toch niet missen, joh. Doe ik deze zo. Ja. Deze zo. Zo, top. En deze. Nou, en dan doe ik dus weer hier het knopje. Zo, het knopje uit. En dan gaat hij uit. Nou, dan loop ik dus weer naar boven toe. Kom maar kijken. Wat dan? Ja, ze zijn mooi, hè? Die zijn lief, hè? Ja, ze zijn nou lekker aan het eten, schat. Ja. Ze zijn nou lekker aan het eten, hè? Lief, hè? Liefde, uitkijken. Lovely, even naar beneden. Lief, hè? Ze zijn nu ook aan het eten. En een lekkere schone kooi. Nee, we gaan niet lekker bekken. Gaan ze ruzie lopen maken. Kijk eens, schoon lekker. Laten we nog maar lekker even eten. Hé, meisje. Ja, hè. Ja, weet je wat ik ook even zo weer ga doen? Even deze even open doen. Ja, deels even lekker open. Het wordt nou weer mooier weer. Ja, echt wel. Het wordt alleen maar weer mooier weer. Ja, kom hier. Kom eens hier zitten. Nee, zitten. Viezigheid bij je ogen. Kijk hier. Zo. En Roos is even aan de stofzuiger. Even aan het opruimen. Deze stoel gaat ook vandaag prettig naar buiten toe. Heb ik hier ook weer een beetje ruimte. Ja, echt wel. Deze geweldige dame ligt dus al, zoals jullie zien, lekker op bed. En ja, een proactieve dag. Ja, het zal wel, jongens. Het zal. Maar ja, veel gedaan. Dus ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.